Nederland 2. U kijkt naar de Tros. En alle kijkers in Nederland en België heten we van harte welkom. Normaal gesproken zou ik u nu iets gaan vertellen over ons gewijzigde programma. Maar dat moet nog maar eventjes wachten, want naast mij zit Kees Wolzak, algemeen directeur van de Tros. En als u vandaag het nieuws heeft gevolgd, dan weet u dat er iets aan de hand is rond ons 25-jarig jubileumfeest. Kees, wat is er nou eigenlijk precies aan de hand allemaal? Ja, Ellen, dat is gewoon niet te geloven wat er gebeurd is. Zitten we daar midden in ons 25-jarig feestgedruis, u weet wel van de uitzending van afgelopen vrijdagavond, en krijgen we plotsklaps een kort geding in onze broek van maar liefst alle Hilversumse omroepen. Ja, zelfs onze oude vrienden van het tweede net, Veronica en Avro. Maar dat is nog niet alles. Er wordt bovendien geëist dat wij u allen, die lid geworden is, een brief gaan schrijven dat u eigenlijk geen lid mag worden. Daar komt er achteraan dat we zelfs voor de rest van het jaar u helemaal niet meer mogen uitnodigen om lid van de Tros te worden. Nou ja, dat is natuurlijk wel de wereld op zijn kop. En we hebben maar besloten gewoon door te gaan met die programma's te maken waar u het liefst naar kijkt. En we zien wel waar we uitkomen. Tot slot nog even dit. Mocht u informatie willen rond ons jubileumprogramma van afgelopen vrijdag en alle publiciteit die daaromheen geweest is, belt u dan ons service-infonummer 06-3-21-25-26. En zo is dat. Wij gaan beginnen met ons avondprogramma. En voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even overschakelen naar de studio van Tros Actua. Want dat is vanavond ons laatste programma. Goedenavond, Tineke. Wat zijn jullie onderwerpen? Goedenavond, Ellen. En goedenavond, dames en heren. Ja, u weet, hoe later op de avond, en dat slaat natuurlijk niet op mij, en dit keer ook niet op Wim Bosboom, maar misschien wel op de drie nieuwe bewindsvrouwen in het derde kabinet Lubbers. Want deze dames portretteren wij vanavond laat in Tros Actua. We volgden de afgelopen dagen de drie nieuwe vrouwelijke ministers. Hanja Maiwegge van Verkeer en Waterstaat. Als men doelt op een zekere onverzettelijkheid als het om principiële zaken gaat, ja, dan word ik wel een beetje lastig. Hedy Dancona van WVC. Al die belangstelling tot nu toe vind ik erg leuk en heel opwindend. En Indales van Binnenlandse Zaken. Ach, ik ben nog nooit ergens een tijdje geweest dat wel alles bij het oude blijft. Nee, dan denk ik dat nu ook niet zo zal zijn. In Namibië gingen vanaf vandaag de stembussen open. De verkiezingen moeten het land, dat sinds 1919 onder toezicht van Zuid-Afrika staat, onafhankelijkheid brengen. De verkiezingsstrijd gaat voornamelijk tussen de voormalige bevrijdingsbeweging SWAPO en de DTA, die gesteund wordt door Zuid-Afrika. Onderwerpen die voor u hopelijk belangwekkend genoeg zijn om wat langer voor op te blijven. Tros Actua is er om 11:55. Graag tot dan. Het is begonnen op een eiland in de zee. De regering was er tegen, de regering zei weer nee. Dus we gingen weer aanvallen, half Nederland ging mee. Steun de rug van jouw land mee. En voor Tros Actua begint om ongeveer 10:50 Tros Triviant, waarin Astrid Joosten dit keer twee schrijvers en twee columnisten ontvangt. Maar we beginnen nu deze Trosavond met een heerlijk programma waarvan u ruim 2 uur lang kunt genieten. Het gala voor André, want niet alleen wij, maar ook hij vierde zijn 25-jarig jubileum. Return to Eden houdt u uiteraard van ons te goed. Heel veel plezier nu met deze hommage aan André van Duin, al 25 jaar lang onze komiek nummer 1.